Goedemorgen, welkom op deze mooie glamdag. Met natuurlijk als klapper op de vuurpijl de grote première van Mamma Mia. Yay! Hebben we er zin in? Heupen los? Ja? Nou, let's go! Ik ben hier samen met mijn moeder en die betekent bijna alles voor me. Het is zo'n lieve dame en ze heeft me echt gemaakt tot wie ik ben en daar ben ik super blij mee in het kort. Dag lieve moeders. Ik hoorde het net van mijn zoon. Net, hè? Ja, mooie woorden. Jawel, gemeend, jawel. Okay. Zeker te weten, ja. We hebben het goed samen, doen dingetjes samen en zo. En nu gaat hij bijna de deur uit. Het is wel een heel mooi afscheid. Een moeilijk moment. Nee, helemaal niet. Nee. Dat is zo is het niet, toch? Wat betekent je dochter voor je? Heel veel. Ja, ze heeft ons door een hele moeilijke periode weten te helpen. Want ik was 15 toen mijn vader overleed. Ja, en toch heeft ze het voor elkaar gekregen om er ondanks de rouw om het verlies van haar partner voor ons te zijn. Het is een hele lieve bonusmoeder bij je. Wat betekent zij voor jou? Wat ik gewoon heel mooi vind aan Carina is dat zij vanaf dag 1 mij heel erg mezelf heeft laten zijn. En wat betekent zij voor u dan? Nou ja, zij is als een dochter voor mij. Ik heb mijn man natuurlijk heel snel verloren. We hebben maar 5 jaar eigenlijk een relatie gehad. Dus dat was heel verdrietig. Maar ja, zij is wel in mijn leven gekomen en nog steeds. En gebleven. En gebleven. En haar kinderen en haar man. En weet je, het is een heel rijk gevoel. Ik heb mijn vader op de bruiloft uitgenodigd. Mamma mia, mia fight. Mensen, hoe vonden we het? Ja, echt fantastisch. Mijn verwachtingen waren hoog en alsnog zijn ze overtroffen. Ik heb genoten, dat is het enige wat ik zeg. Mooi. Het was fantastisch. Wauw. Wauw. Van A tot Z, fantastisch was het. Ja, echt onwijs genoten. Aanraden dus, voor het publiek. Heel erg. Dit was het voor vandaag. Hopelijk tot de volgende keer. Wij gaan nog even feesten. Doei!